Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Chillen de Wijs. Ja. Deze week weer een blast from the past. Ja, we gaan het even hebben over games die ons zijn bijgebleven van vroeger. Dit keer racing games. Racing games, inderdaad. Ik ben zelf niet echt een hele fanatieke racegamer geweest. Ik wel. Maar er is één game die me wel heel erg is bijgebleven. Dat is namelijk Trackmania Nations. Trackmania Nations, ja, wat kan ik erover zeggen? Ik heb het samen met vrienden gespeeld, het was gratis. Dit wil ik even nog even benadrukken, het was gratis. Het was een game gemaakt. We waren jong, we hadden geen geld. Het moest, weet je, een game voor 60 euro, dat moest je gewoon 5 maanden versparen. Nee, het was een gratis game, je kon hem gratis downloaden. Het was gemaakt door volgens mij het bedrijf Nadeo. En het was een game gemaakt om competitief, te spelen inderdaad op evenementen. En dat gebeurde ook heel erg veel. Op LAN-parties werd dat heel erg veel gespeeld. Ja, was altijd wel een van de Trackmania compootje. Ja, er was altijd wel een competitie gaande op LAN-parties. Maar het mooiste was dus dat je kon het voor niks spelen. Dus het was heel makkelijk even van, joh, wat gaan we doen, gasten? Ik film een beetje. Oh, iedereen had Trackmania. Iedereen had het ook, inderdaad. En je kon heel makkelijk even een LAN-verbinding leggen. Op LAN-parties deden we het dan ook nog wel eens. En het waren bizarre tracks. Het waren, je kon zelf tracks bouwen. Als je het niet kent, zeg maar, Trackmania is een race game. Heel precies. Je moet hele kleine movements maken ook, maar met loopingen en jumps. En het lijkt je heel... moest bijvoorbeeld jumpen, maar dan kwam er daarna al een scherpe bocht. Dus dan moest je tijdens die jump al een beetje schuin. Dat je dan zo... Het kwam heel precies, inderdaad. Het leek... Op het eerste oog lijkt het een hele simpele game. Want het is, je hebt alleen maar namelijk gas geven, naar links sturen, naar rechts sturen en handrem. Verder niks. Niks. Er was geen turbo. Nee, weet je, dat was er allemaal niet. Er waren wel turbo-vlakken waar je overheen kon rijden. Maar het was gewoon je autootje door bizarre maps met loopingen en schroeven en alles heen loodsen. En dat kon heel moeilijk zijn. Ja, zeker. Kijk, weet je wat het is? Die game wat je al zei, iedereen kan het spelen. Zelfs je vader of je moeder, die zou het leuk vinden om te spelen. Maar als je daar echt goed in wilt worden, dan moet je gewoon die baan op je duimpje kennen. Ja, je moet precies weten. Niet 20 keer spelen. Een tikje remmen daar, kan ik net die drift doen door die bocht. Ja. Kan ik precies tussen die palen door. Kan ik die looping moet ik niet helemaal recht nemen, maar net een beetje schuin. Het mooie was ook dat als jij... je merkte dan bijvoorbeeld dat je net niet zo snel ging, of dat je ergens net tegen een hoekje aan kwam. Je drukte op backspace of op enter. Enter was het. Bam! Was en je begon weer direct opnieuw. Gewoon, het was een trial and error. Ja, en wat je dan deed, dan ging je met z'n vieren of met z'n vijven, met je vrienden, ging je in zo'n map, in zo'n baan. Ja. En dan ging je gewoon tegen elkaar racen wie dan het snelst die baan kon doen. En dan zag je op een gegeven moment gewoon van, we zitten nu allemaal een beetje van zo snel is het maximaal. En dan was het zo spannend. Er ging één iemand net, gaat dan net 1/100ste seconde, gaat sneller dan jou. Maar dat is inderdaad heel mooi. Maar wat ik het allermooiste van een Trackmania is dat je dan bijvoorbeeld, je wist inderdaad dat je dan die baan ongeveer in 43 seconden kon doen. Zeg maar, om er nabij. Of misschien iets sneller, misschien iets langzaam. Dat je dan nog 43 seconden hebt op je klokje, dat je nog net op enter drukt, dat je echt nog zegt dat de laatste keer. Oké, ik kan nog één keer, moet alles perfect zijn, weet je. Ja. En dat iedereen dan zo hoopt, want dan sta je op dat moment nog niet eerst. Iedereen hoopt dat je gaat crashen en dan dat je echt met 1 seconde te tellen over die finish gaat voelen. En dan eerst wordt dan, iedereen werd gek, jongen. Ik speel dat altijd met vrienden ook en we hadden altijd Cherry en... Tja, ik weet niet of je kijkt, maar die kon altijd wel goed ragen. Die kon altijd wel, zeg maar, hij moest één keer in de zoveel tijd wel even een nieuwe headset kopen of een nieuwe muis kopen. Omdat hij die shit gewoon door de kamer gooide. Nou, ik heb één keer tegen hem een potje gespeeld, toen werd hij zo gek, jongen. Hoorde hij ook echt zo... Ik ken ook mensen die hun enter key helemaal kapot hebben gestopt, gewoon, weet je wel. Omdat ze dan, weet je wat, op een gegeven moment, je hebt soms ook hele lange tracks, weet je wel. En dan ga je gewoon tot echt... Tot je nog maar één bocht hoeft, ga je gewoon perfect, weet je wel. Ja, en dan de laatste bocht,
knap je dan. Weet je, het hoeft niet eens een crash te zijn, maar als je gewoon alleen al. Gewoon even zo. Gewoon alleen al tegen de muur aankomt, dan scheelt dat je dus net die 100ste seconde. En het gaat om 100ste ook. Bam! Dan knal je gewoon met je vuist op die enterknop. Klopt. Ja, ik heb ook nog wel een race game die ik vroeger heel erg veel heb gespeeld. Wat eigenlijk een beetje komt door mijn vader. Ja, die toch een paar gamede ook vroeger. Dus ik pakte heel veel games die hij speelde, die nam ik dan ook over. Mm-hmm. En het was een rally game. Het was Colin McRae Rally. Colin McRae. Ja, Colin McRae was echt een hele goede rallyrijder. Die is volgens mij heel tragisch aan zijn einde gekomen met een helikopterongeluk inderdaad. Klopt. En wat die game van mij zo mooi maakt, is dat ik die ook online speelde. Wow. En dat je dat bijvoorbeeld... Was op de computer? Op de PC deden we hem, ja. Okay, hadden ook wel, wat Sixth was, we hadden een stuurtje, maar ik was zo gewend om met... wat ik altijd deed was A, gas, Z, remmen en... pijltje naar links, pijltje naar rechts. Beetje een rare combi, maar ik speelde nooit met een pijltje, maar ik speelde dus wel met twee handen. En het mooie was dat ik dacht dat ik gewoon goed was, weet je. Ik kende al die tracks en ik was echt de bom en ik had er op de snelste tijden over op. Maar dan ga je online krijg je pakkie, jongen. Dan krijg je pakkie, want die lui weten shortcuts en die kunnen perfect door die bocht heen. Is het drift als het op gravel is? Ik weet niet hoe je dat noemt, maar gewoon... Sliden. Het door de bocht heen glijden was zo lekker in die game, jongen. En dan dat je echt precies langs zo'n boompje ging. En wat ik ook pas later eigenlijk begreep, want ik was best wel jong toen we die game speelden, was... Je hebt natuurlijk die guy die naast je zit in real life, die zegt van... bocht 3, donkert, blablabla, flauwe bocht, scherpe bocht. Ja, ja, die... En daar begon ik dan naar te luisteren. En inderdaad, dan zei hij don't cut bijvoorbeeld. En dan ging je toch kutten. En dan zat er inderdaad gewoon net één steen zo. En dan dacht je van fuck man, hij zei het nog tegen mij. Don't cut, waarom wil ik dan afsnijden? Ja. Dat soort dingen, ja. En ik speelde het dus ook met mijn vader. En ja, het was echt een hele vette game. Vette rally game. Ja, ik heb nooit heel veel met race games gehad. Ik vond sommige arcade races dan wel heel tof. Ik heb bijvoorbeeld op de Xbox 360. Gas Need for Speed Underground. Wow. Niet vergeten zijn. Inderdaad, Need for Speed Underground. Ik schrap deze game en ik ga het over ik wil Need for Speed Underground spelen, gast. Wat? To the window. Die shit was zo ziek. Dat was zo'n gruwelijke Need for Speed. Maar wat die game zo goed deed, was dat het perfect inspeelde wat er toen gaande was. Want iedereen, dat tunen was helemaal... Was er ineens in. Maar dat kwam ook in die film. Hoe heet die film? Ja, Fast and Furious. Ja, dat was toen ook helemaal een dingetje. Als ik nu zo'n getunede bak zie, dan denk ik van... Jezus, dat kansloos. Ja, kansloos. Een gat, dat je daar je geld aan gaat besteden. Maar ik vond het toen best wel stoer. Toen was het echt heel sick. Toen was het echt nog wel stoer, inderdaad. Spoilers en breaks. Ja. Ik vond het ook zo cool, want je kon je auto helemaal uitbouwen met paint jobs en dat soort dingen. Je kon echt helemaal... Wat was jouw vage auto dan, Need for Speed Underground? Ja, MX-5. Wat is dat? De Mazda MX-5 was dat. Ja, dat was, mij was die het, Cabrio. Die Elise, open. Volgens mij. De de Eclipse of zo. Dus die Eclipse, ja. De Toyota. Eclipse. Toyota Eclipse. Ja, ik weet dat die met een beetje mooier... Of trouwens, die Nissan 350Z was ook wel een goede bak, hoor. Niet Nissan Skyline? Ja, die was de pier. Ja, die vond ik die ook was te Japans, te hoekerig. Dat vond ik ook wel, maar ik had er een Toyota Eclipse. Maar het mooie aan Need for Speed vond ik dat je underground, dat je verschillende... je moest volgens mij ook driften en je had ook drag race. Dat vond ik heel vet. Dat je precies... Maar je kon alleen maar van lane veranderen. Ja, je kon van lane veranderen, maar je moest precies goed schakelen. Ja, zeg maar. Klopt. Dat je precies in het groene... Ik vond het wel kutte hoor, moet ik eerlijk zeggen. Als ik vond het echt heel vet. Je had toch van die missies en zo allemaal, toch? Ja, en dan vond ik dat altijd wel echt een van de kuttere missies. Oh, ik vond dat juist heel erg. Heb je niet Underground 2 ook gespeeld? Dan kon je helemaal in die stad rijden volgens mij. Van missie naar missie. Klopt, ja. Ja, nee, dat was Most Wanted volgens mij alweer. Maar fuck it. Need for Speed Underground, echt gruwelijk. Daar hebben we eigenlijk even een bonus game. Ik wou eigenlijk zeggen Hot Pursuit op de Xbox 360. Ja. Die was ook vet. Dat was echt Cops and Robbers. Dat was weer de eerste Cops and Robbers reanimation. Maar, ja, klopt. En die vond ik ook heel tof.
Goed, dit waren dus een aantal racegames die ons gedefinieerd hebben tot de gamer die we eigenlijk nu zijn. Onze beste games. Maar waar is weer? Heb jij nog genres of racegames die wij gemist hebben van vroeger? Ja, we zijn natuurlijk 90s kids, dus dat zijn ook een beetje de games genre, die wij behandelen. De range. Kijk, misschien vinden kinderen, gasten van 16 nu wel dat World, of weet ik veel, Call of Duty Modern Warfare een classic old school. Echt, hè? Oh, dat kan ik me niet voorstellen. Nee, maar ja, joh. Je had vroeger wel nog zo'n race game trouwens, volgens mij heette dat Road Rash of zo. Met die motors, met die kettingen en met die knuppels. Dat heb ik ziek veel gedaan. PlayStation 1 was dat volgens mij. Ja, het is niet echt een race game misschien, maar ook wel. Je kon ook in die game samen met zo'n motor met zijspan. Moest je samen sturen, moest je bashen. Oké, maar die gaan we ongetwijfeld nog een keer behandelen. Okay. Dit was hem weer voor deze week. Later.